Rondel met het hakje, het samenspel met Ojija. Diepe bal op Perisic, geen buitenspel. Perisic met de voorzet, daar is Akpala. Akpala, net naast. Eerste keer Club Brugge na een handvol minuten. Akpala claimt een overtreding in de kleine rechthoek. Wat scheelde het daar? Goede steekpaas van Ojija en dan Perisic, geen buitenspel. En Akpala, eigenlijk moet hij scoren. Mboyo. Mboyo, voorbij Marcos. Mooi gedaan van Mboyo. En dan de voorzet, daar is Rossini. Het tempo is wat uit de wedstrijd verdwenen na die eerste goede 10 minuten. Nu een kopkans van Kouemaha in het zijnet. Kums. Het is Rossini. Mooi samenspel. Capon. Alleen door Brecht Capon. Ex-huurling van Club Brugge. En dan een Mboyo in steun. De tackle van Donk. En dan het schot. Mooie parade van Stijn Steijnen. Halverwege de eerste helft. Moussala wil een Mboyo in het strafschopgebied. Het gaat naar Rossini. Rossini kopt. En op de lat voor de lijn. Bal niet binnengegaan. Weer Giuseppe Rossini. Een halve meter meer scheelde het niet. Larajci. Steekpaas op Capon. Sneller dan Klukowski. En dit is een overtreding. Dit moet een rode kaart zijn. Dit moet een rode kaart zijn. Doorgebroken speler Brecht Capon. Toch een stevige por in de rug van Capon. Anders laat hij zich niet zomaar vallen. Zeker geen strafschop, een meter voor de grote rechthoek, maar wel een rode kaart voor Klukowski. Karel Geraerts, toch nog tot bij Akpala. Akpala centraal, Josef Akpala nog steeds, dan naar Blondel. Voorzet schot en weer Akpala. Terug naar Ojija, vanuit de tweede lijn Ojija. Oh, via Verbouwheden in corner. En Mustafa Oussala houdt die bal zeker binnen. Voorzet naar Mboyo. Mboyo. Slaat hem bijna voorbij Donk. Mboyo, mooi gedaan. Een petit Pelé. En de goal van Davy de Beulen. Adrie Koster gooit gefrustreerd zijn jas op de bank en wil meteen gaan wisselen. Maar intussen is Davy de Beulen stevig aan het vieren. Een verdiende voorsprong voor KV Kortrijk. En het begint bij Lyombe, Petit Pelé en Mboyo. De kleine Pelé, zo wordt hij dus bijgenoemd, die nieuwkomer van Kortrijk. Goeie voorzet en dan stond Davy de Beulen op de juiste plaats. Vorig seizoen maakte hij 4 goals in de reguliere competitie en dan nog eens 3 in de play-offs. Dit is zijn eerste anno 2010-2011. Nog een half uur op de klok gooit Adrie Koster 2 spelers erin. Vargas en Dalma. Blondel moet eruit en Karel Geraerts. Rossini, slimmer gedaan. Donk in de luren gelegd. Rossini naar de Beulen. De Beulen met de 2-0. Goeie redding van Stijn Steijnen. Maha weer. Blijft sterk met de bal aan de voet. Goed doorzien ook. De bal naar Perisic. De voorzet. Dit is Akpala. Tikt hem over het doel van Verbouwheden. Minder dan een kwartier nog. Fadis met de hoekschop. En Hoefkens op de lijn gered door Verbouwheden. De kans voor Club Brugge. Dat meer en meer aanwezig is in het spel. Meer de wil kan opdringen. Akpala en dan Perisic met de kopkans. Het is Kouemaha. En Verbouwheden nu ver uit zijn doel. Op de rand van de kleine rechthoek. Tweede belangrijke redding binnen de 20 seconden. De voorzet en dan Kouemaha. Het was meer een flipperkast, die kans van Hoefkens. Nog aangeraakt door een kortrijksbeen van Verbouwheden. Nou, plots is daar Benko net ingevallen. Benko draaiend om zijn as. Benko gaat hij nog trappen. Benko en weer een parade van Stijn Steijnen. Het was de laatste kans van de wedstrijd. KV Kortrijk wint met het kleinste verschil van Club Brugge. En blauw-zwart begint het seizoen op dezelfde manier
Als dat het vorig seizoen is geëindigd met een nederlaag die misschien een tijdje zal blijven hangen